Heel prettig, maar kijk de bandensporen. Niet echt. Nou, gaan we eens even kijken. Hier een beetje oké doorheen komen. Pas op. Glad. Juist. En weg gaat dus een boom. Een hele goede morgen allemaal, stalvrienden. Wat fijn dat jullie er allemaal weer zijn. En ik ben er eindelijk ook weer. Ja, het is op en af helaas. Vorige video ging goed. Maar deze video gaat weer wat meer met mijn hele gezondheid. Maar dat is jammer. Want we gaan gewoon lekker verder zoals ik heb beloofd. En van vandaag ga ik jullie even meenemen. Want we hebben een graafmachine achter staan vanwege de buurman. Want die wil een paar bomen weg hebben. En bij ons is dat dan ook de schutting volgens mij dat hij weggaat. Maar laat ik het zo zeggen, het moet een beetje in de gaten gehouden worden gezien hij dus ons land kapot rijdt. En ja, zoals jullie weten, ons land is opnieuw ingezaaid. Dus het zou hartstikke zonde wezen als dat nu dus kapot gaat. Verder voor vandaag, het regent lichtjes. Ik heb nu mijn kleine camera mee, dus mijn geluid zal anders wezen. Maar ik ga eerst even alles naar buiten gooien, alle hooinetten. Ik ga de paarden even buiten gooien. En natuurlijk ook even eten geven. En dan gaan we maar eens even achterkijken. Daarbij is het dus de hele tijd aan het regenen. Zoals de vogels die denken, adios. Tot later. Ja, balen. Maar helaas, het is gewoon verschrikkelijk rot weer. Dat heb ik hier dus net klaargemaakt. Voor Safira, hallo. Resten zal laat eten. En natuurlijk het beste ros voor het laatst. Zo. Hoppakee. Die is iets voor. Ja. Ja, je hebt altijd zo'n klepje. Je kan het niet openmaken als ik meerdere van die dingen vast heb. Nee. Zo, was maar aan. Oeh, je hebt honger. Zo, je drukt me zo weg. Zo. Nou. Die zijn even bezig de komende tijd. Oh, dit is wat een geknabbel. Nou, voor mij dus de schone taak om deze naar voren toe te brengen. Paarden zijn klaar met eten. Dus dat gaan we dan ook doen. Hop. Hop. En dan gaan we rijden. Zo. Iedereen heeft eten. Ja. Zo. Zo. Nou, op naar buiten. Ga ik jullie ook heel even meenemen het land op. Nou, hier zijn ze dus bezig. Helemaal daar al. Ja. Heel prettig, maar kijk de bandensporen. Niet echt prettig. Dit betekent dus ook dat met deze bandensporen dus, dat het gras dus niet meer omhoog komt. En ja, dat het dus echt gewoon verwoest is en waarschijnlijk ook niet gaat groeien. Dus dat gaan we zien. Maar dit is nou net balen. Ja, daar ging het dan. En de rest is gelukkig nog allemaal helemaal groen. Alles gaat goed. Maar ja, dit is wel jammer. Helaas. En we hebben nog steeds lekkage. Ja. Safira is goed bezig met die lekkage iedere keer. Hè, Safi? Ja, je gaat goed. Nou, zo te horen is de pauze voorbij. Hij is fijn. Nou, ik ga Fenna en Safira maar even naar buiten gooien. Hé, dames. Ja. Doe maar. Ja, ik weet het. Safira heeft weer eens gelekt.
Ja, ja, ga dan maar naar buiten. Hup, hup. Is je eigen plasje hier hoor, ik weet het niet. Heb jij gedaan met je waterbak? Ah, yes. Zo, prachtig. Goed, ik ben begonnen met naar buiten te lopen. Ik krijg nu al helemaal rode wangen van de kou. Want de wind is echt snijdend hier al. Nou, gaan we eens even kijken of we hier een beetje oké doorheen komen. Pas op, glad. Juist, ga maar kijken waar je loopt. Inderdaad. Maar goed, het is niet anders. En ja, ik moet zeggen, Joost doet het aardig goed. Voor een paar zal toch af en toe bang voor alles is. Doet hij het eigenlijk hartstikke goed met de mensen die dus nu de bomen daar aan het kappen zijn. Dus ben ik blij mee dat ik in ieder geval geen vluchtpaard aan een touwtje heb. Nou, voor de rest is het hier aardig rustig. Ik heb bijna geen vogeltje aan de lucht. Je zag ze al vluchten voor het weer. Dus ja, dat werkt ook niet erg mee. Ja. Nou, ik ga hem even loskoppen. En dan op naar de volgende. Hé hey, jongens. Ja. Zeg eens even hallo man. Hallo. Hij denkt ook, doe niet zo gek. Ik wil eten. En wel nu. Nou ja, prima. Dan ga ik door naar de volgende. Hé hey, Vendel. Ga je mee? Nou, lavendel is ook rustig langsgekomen. Maar ik merk dus wel dat op stal Arbeke er een heleboel moeite mee heeft. Dus ik verwacht zo meteen best wel wat. Ja, hij zit gewoon tegen de deur op te bonken. En help, help, ik wil niet alleen blijven. En al die geluiden. Dus ik ga het zien. Desaam. Maar eerst lavendel even terug in het paddock. Nou, dit is dus wat ik bedoel. Alles behalve rustig. Ja. Nou, even over zijn griffelbeentje achterin. Hij is eindelijk weer goedgekeurd. Hij heeft een spuitje gehad, net als Safira, om bot tegen te houden met groeien. Omdat het een beetje te veel is. Maar over een week mag hij dus weer aan de slag. Nou, ik vind dus dat het niet echt best gaat met die twee. Arbeke die zit de hele tijd te jagen achter Jesri aan, zoals eigenlijk net. Maar ik deed net mijn camera helaas te laat aan. Wij gaan even kijken wat we daarmee gaan doen. Hij is gewoon niet echt lief nu. Jesri blijft constant maar alleen staan. Ja. Het is dat hij alert is en dat hij daardoor dus zijn oren naar voren doet. Maar eigenlijk staat hij best wel alleen iedere keer. En dan krijg je dus dit soort gezeik. Je ziet al gelijk dat hij zijn oren achter doet. Van, oh, oh, oh. Dat hij eigenlijk heel graag bij Diesje wil eten. Want dat is zijn normale gang van zaken. Nou. Daar komen de rest al aan. Kijk. Is niet echt lief. Nee. Nou, als het goed is, komen ze daaraan. Even de paddock uit. Zo. Nou, zie je dus al wel. Het is echt vreselijk groot. We gaan eens even kijken hoe hun blijven reageren. Of dat nog oké is. Goed zo, Jessie. Goed hoor. Nou. Daar gaat dus een boom. Ja, ik ben dus heel erg benieuwd of ze nog een paar keer komen of niet. Of dat het nu over is. Ergens hoop ik dat het gewoon over is. Want dan gaat tenminste niet al ons gras kapot. Maar ja, ik weet niet wat hun hebben afgesproken. Dus helaas, het is maar afwachten. Maar goed, alle paarden staan buiten. Alle paarden hebben eten gehad. En nou is het tijd voor mij om eventjes te rusten. Want ik voel me nog niet helemaal up-to-date. Vanavond moet ik ook alweer werken. Dus ik ga een paar vlogs in elkaar knallen. En dan, of in ieder geval beginnen met in elkaar te knallen. En dan ga ik zien hoe ver ik kom. Nou, fijn dat jullie nog steeds kijken. Het is inmiddels 's avonds laat. Maar ik heb dus buiten mijn gewone dag om, heb ik dus ook nog met Safira met de hoesmid gezeten en met Jesri. Nou heb ik met Safira wel natuurlijk kunnen filmen, want die had mijn moeder vast. Jesri helaas niet, want die had ik natuurlijk vast. Het ging niet helemaal zoals gepland helaas. Dus ja, ik hoop dat jullie er nog wat
tijd voor hebben om het te bekijken. En dan zeg ik in ieder geval tot de volgende video met iets meer content dan behalve alleen maar de gewone dingetjes. Vond je dit nou echt een leuke video? Like, abonneer en zeer zeker tot de volgende keer. Doei doei!